Hallo, mijn naam is Veronique en ik ga jullie uitleggen hoe je je particulierprijzen kan instellen. Jullie krijgen ongetwijfeld dagelijks te maken met een enorme tijdsdruk aan jullie balie. Om jezelf en je collega's een pak extra werk te besparen, hebben wij de functie particulierprijzen in onze shop voorzien. Waar vind je deze particulierprijzen in de shop? Telkens je inlogt, zal je in de linkerbovenhoek een groene balk met daaronder ons logo zien verschijnen. Bij elke opzoeking krijg je nu groene prijzen te zien. Dit zijn je aankoopprijzen. Als je nu op deze groene balk klikt, zal deze rood worden en wordt het logo van je bedrijf getoond. De prijzen zullen nu rood oplichten tijdens je zoekactie. Dat zijn de particulierprijzen. Deze particulierprijzen kan je naar eigen voorkeur aanpassen. Hoe ga je te werk? Klik in de rechtsbovenhoek op Welkom en je loginnaam. Klik dan op Particulierprijzen en Logo. Je komt nu in het scherm waar zich alle instellingen voor je particulierprijzen bevinden. Enkele velden werden reeds door ons ingesteld, zoals bijvoorbeeld de munteenheid en de BTW. Zoek een mooie foto van je bedrijfslogo en hang deze in onze shop. Dat doe je op deze manier. Klik op de knop naast Kies logo en ga naar de locatie waar uw logo staat. Dubbelklik op uw logo, het logo verschijnt nu in uw scherm. Stel nu je prijzen in. Prijzen worden inclusief of exclusief montagekosten getoond naar gelang je eigen voorkeur. Standaard staat de verkoopprijs inclusief montagekosten aangevinkt. Je ziet volgende velden. Banden, velgen, accessoires, sets. Het tabblad waar je in kan aanpassen is opgelicht in het rood. Je hebt twee opties om je prijzen in te stellen. Optie 1. Vul de velden marge en montage in naar gelang je eigen voorkeuren. De aangepaste prijzen worden onmiddellijk in de laatste kolom getoond. Werk je niet met een marge in procent? Kies dan optie 2. Optie 2. Vul in het veld marge een 0 in en in het veld montage de prijs van de montage plus de marge in euro. Bijvoorbeeld, als je 15 euro voor de montage wil rekenen en 10 euro marge wil, dan vul je 25 euro in. Voer deze actie nu ook uit in de andere velden. Velgen, accessoires en sets. Let op! Recitaier zit niet in deze prijzen verrekend. Je ziet nu in de laatste kolom de actuele prijs aan de hand van je instellingen en berekeningen. Vergeet zeker niet te klikken op Bewaren om je nieuwe prijsinstellingen op te slagen. Zeer belangrijk en niet te vergeten, groene prijzen zijn je netto aankoopprijzen, rode prijzen zijn je verkoopprijzen inclusief BTW met of zonder montage. Veel succes!